Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom bij Historiest, een serie waarin ik jullie meeneem naar bepaalde plekjes in België waar wel wat geschiedenis is, maar waar je het niet altijd aan de oppervlakte kan zien. Vandaag ga ik naar Hamme. Korte recap. Hamme is een Oost-Vlaamse gemeente die zich bevindt tussen de Durme en de Beneden Schelde. Er zijn heel veel bekende mensen van Hamme, je zou dat misschien niet denken, maar het is wel de realiteit. Waaronder Herman Brusselmans, die ook heel veel van zijn boeken laat afspelen in Hamme. Hier zijn niet alleen één, maar twee K3'tjes vandaan gekomen, namelijk Hanne, die nu nog in K3 zit, en Christel Verbeke. De eerste nederzettingen die we hier vinden, of kunnen terugvinden, zijn die van de pro-Romeinse tijd en de Romeinse tijd. Nu, daarna zijn de Franken ook gekomen, rond de 7e eeuw na Christus is dat. En dan beginnen de nederzettingen wel groter te worden. In de middeleeuwen valt het onder de graaf van Vlaanderen, tot de Spanjaarden hier controle over dit gebied krijgen. Ze verliezen dat op een bepaald moment door godsdiensttwisten. Op een bepaald moment wordt Hamme een heerlijkheid. En ik hoor u denken, Seppe. Een heerlijkheid. Wil dat zeggen dat dit gebied heerlijk is om te bezoeken? Ja, dat is het zeker. Kom zeker eens naar Hamme als je tijd hebt. Maar een heerlijkheid in die tijd wou eigenlijk zeggen dat dit land viel onder een heer. Dat was voor die heer om te besturen zoals hij het wou. Hij moest daarvoor geen verantwoording afleggen aan iemand anders. Iedereen die hier woonde was trouw aan de heer. Achter mij bevindt zich het Spaanse Hof. En het Spaanse Hof was in de beloken tijd heel belangrijk. Nu, wat is de beloken tijd juist? Dat is eigenlijk de tijd na 1795 en voor 1801. Namelijk de tijd toen hier een Napoleontische staat gevestigd was. Wij vielen allemaal onder Frankrijk. Nu, de Fransen die vonden het niet zo leuk dat wij nog katholiek waren, dus die lieten het ons ook niet meer toe om missen te organiseren. En hier achter mij, in dit gebouw, werden toen in het geheim missen opgedragen, dopen uitgevoerd, etc. Er is uiteindelijk een opstand geweest en in 1801 was de scheiding tussen kerk en staat bij ons ook effectief een feit. Door Hamme loopt ook een rivier, namelijk de Durme. En ik heb jullie al eens uitgelegd dat een rivier heel belangrijk was en nog steeds is. Natuurlijk, heel veel grote en belangrijke steden plaatsen zichzelf naast een rivier. De Vikingen maakten daar vroeger ook heel veel gebruik van, dat heb ik bij Roppelmonde ook al gezegd. Die zijn ook in Hamme gepasseerd. Er is zelfs een zeer goed bewaarde Vikingboot hier in Hamme. Dus die moet je zeker eens gaan bezoeken. Dat was het voor deze Historiest. Ik hoop dat je alweer een beetje hebt bijgeleerd. Ik hoop dat je er een beetje van hebt kunnen genieten. Ik zie jullie graag de volgende keer. Ik ga beloofd mijn best doen om het niet terug zo lang te laten duren. Tot later.